Deze beschouwing Die gaat over socialisme en vrouwen. En wat dies meer zijn. In de titel staat misschien wat meer. Maar dat weet ik nu nog niet. Het gaat in elk geval over socialisme en vrouwen. Om te beginnen bij het begin. Socialisme. Dat is een vorm van staat. waarbij de staat zaken reguleert. die een staat niet kan reguleren. En dat doet een staat dan toch. En dan heb je socialisme. En voorbeelden van socialisme zijn. Hè, want dit wat ik dus nu uh, definieer als socialisme. dan weet je ook gelijk waar ik het over heb. Hè. Socialisme is een staatsvorm waarbij de staat zaken reguleert die ze niet kan reguleren. Dat is de definitie van socialisme. Dus als je dat aanhangt, dan zou je kunnen zeggen dat dan een partij als de SP, de Socialistische Partij. Dat hij zich dan uh, verschrikkelijk beledigd voelt. Nou, behalve als je gaat beseffen dat de Socialistische Partij inderdaad dingen gaat reguleren die niet te reguleren zijn. Dat je dat ook ziet. De SP is daarvoor. De, de SP bijvoorbeeld, die wil um, vaccinaties reguleren. Dat moet je niet doen. Dat soort dingen mag je niet reguleren, punt één. En daarom kan het ook niet, want het mag niet. Je mag mensen niet verplichten om zich te laten injecteren met uh, meuk. Dan gaat de staat buiten haar boekje. En socialisme, die, uh, die mensen van socialisme, die, uh, die, die willen dat we rustig wel. Je maakt het helemaal geen donder uit of iets wel of niet gereguleerd kan worden of gereguleerd mag worden, wat in principe hetzelfde is. Want als het niet mag, dan kan het ook niet. Als het niet kan, dan mag het niet. Hè? En dat doen ze dan toch. Dat is socialisme. Het is heel erg slecht voor een samenleving. Ik neem even een slokje thee. Het is nu woensdag 10 juli. Half elf s morgens. Ik heb net heb ik er eentje gemaakt: en die ging ook over socialisme. En vrouwen. En dan stond ik stil bij kunst en cultuur. En onderwijs. Dat zijn ook van die dingen. Die moet je niet reguleren. Die kan je niet reguleren, namelijk. Kunst al helemaal niet, cultuur ook niet. Dat kan, dat, je kan niet. Je kan geen cultuur reguleren. Je kan denken: van ja, de staat leuk naar de buren toe. Van nou wij in Nederland, we hebben de kunst gereguleerd hoor. En de cultuur ook. En jullie niet? Oh, ba, foei. Maar je kan het helemaal niet reguleren. Dus waarom zou je een ministerie voor kunstregulatie en cultuurregulatie hebben? Het valt niet te reguleren. Wat wil je eraan reguleren? Dat wat je nu doet is alleen maar in een rond te strooien met miljoenen euro's. Die betaald worden, die opgehoest worden door hardwerkende mensen zoals uh, mijn vriend Wout. Die nog nooit van zijn leven naar een museum is geweest. Nee, maar Wout mag wel van censuurverdiende centen uh, zoveel procent btw betalen, want er moet een nieuw museum open. Wat uit algemene middelen betaald moet gaan worden. En wie gaan die musea bezoeken? Ja, vrouwen. Alleen maar vrouwen. Al ah, vrouwen willen naar musea. Mannen helemaal niet. Mannen denken van, Oh, dat is de Rembrandt, de nachtwacht. Ja, die ziet er net zo uit als op de foto. Ja, inderdaad, zeg. Ja, en uh, wanneer gaan we koffie drinken? Mannen interesseren het helemaal geen donder. En terecht. Maar wat is de, de nachtwacht van Rembrandt nou? Oh, maar wat Pirie, dan mag je niet zeggen, ja, een heel beroemd schilderij. Ik vraag alleen maar wat het is. Wat is dat nou? Er zijn een stelletje rijke lui, die hebben ooit die, uh, die Rembrandt van Rijn uh, een cent betaald, van maken even een fotootje van ons. Meer niet. En in die tijd hadden ze geen camera's, dus ging Rembrandt dan even zeggen, nou ik, ik zie hem in mijn hoofd wel. En heeft hij dat zo leuk gedaan met een lichtinval. Ja, dat is dan wel geinig. Maar meer is het niet. Het is wel heel kunstig, maar meer is het niet. Ik weet dat er een bedrijf was, dat was gevestigd in China. En die hadden een goede analyse gemaakt met hoe Rembrandt het voor elkaar kreeg. En heel moeilijk was dat niet. En hun schilderden... Uh, Rembrandt aan de lopende band. En die man zou uitleggen, ja, het is een truc. Je begint met een onderlaag en dan moet je al rekening houden met wat het gaat worden. En dan gaat er een laag overheen en weer een laag overheen. En uiteindelijk moet je de, 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 de details er goed in zetten en is die klaar. Maar het is net als dat je een goed gebouw maakt. Ja, je begint met fundamenten en dan denk je, wat doet dat ding daar? En later heeft dat dan nut. En zo is het in een schilderij van Rembrandt volgens die Chinese man kennelijk ook. zei dus het is helemaal niet zo moeilijk. En hij verkocht dan replica's echt onder de naam dus een replica van uh, schilderij van Rembrandt. Dus hij verkocht het niet voor echt, maar dat waren replica's. Maar dat mag, want het is auteursrechtenvrij. Hè? En het origineel hangt dan in het Rijksmuseum. Ja. Nou, dat is leuk. Als mensen er geld voor willen betalen om daar naar te kijken. Maar een man die een beetje nadenken kan, die denkt nou het zal best dat het horlogeneel is. Maar moet ik dat gaan bekijken? Waarom? Wat is de meerwaarde daarvan? En trouwens, het is alleen maar een schilderij van een stelletje rijke klojo's en die wilde op de foto. Meer niet. Kijk, het schilderij Simon de Pilaarheilige van Karel Willink. Daar zit een heel verhaal achter. En van dat ding vind ik een replica genoeg hoor. En dan kan je het origineel zien, maar ja, daar word ik niet heel veel wijzer van. Waar ik heel veel wijzer van werd is het verhaal van professor Van den Berg. Die uitlegde waar dat schilderij over gaat. Daar zit de partij wiskunde achter en dat had je niet verwacht. Er lopen bepaalde lijnen in. Dat schilderij loopt in zekere zin uh, ja, van de muur af. Iets met perspectief. En dat te samen met een leuk onderwerp. Ja, voor mij is een replica genoeg. En Karel Willink, dat was iemand zo begeisterd, zo begeesterd. En volgens mij heeft hij geen subsidie gehad hoor. Dat lijkt mij niet nodig in het geval van zo'n geweldenaar. Hè? Hetzelfde geldt voor Maurice Escher. Is die met gesubsidieerde gelden zo goed geworden? Nee, ik dacht het niet. Maar vrouwen willen dan graag naar al die musea gaan. En oh, dan gaan we daar weer naartoe. Dan gaan we leuke, gezellige dingen doen. En la la la. En vervolgens kan iemand als Wout, die helemaal nooit naar een museum gaat, uh, die, die kan eraan mee meebetalen. En dat is socialisme. Uh, met z'n allen betalen voor iets wat vrouwen leuk vinden. Ja, vrouwen hebben helemaal geen zin meer om hun kinderen te leren lezen en te leren schrijven, dus dat moet de overheid dan maar doen. Omdat ze er geen zin in hebben. Want ze hebben zulke belangrijke dingen te doen. Even hun eigen koters leren lezen, leren schrijven. Een klusje, dat is, nou, als je dat een paar jaar volhoudt, een half uur per dag, klaar. En een beetje liefdevol, uh, meer niet. Een beetje positief stimuleren, that's it. Nou, die vrouwen hebben daar geen zin in. Ja, dan kunnen die mannen kunnen dat gaan betalen. En het onderwijs, dat is hartstikke inefficiënt. En trouwens, in het onderwijs werken momenteel alleen nog maar vrouwen... om een of andere reden. Ja, het is ook hun ding. Ja. Primair onderwijs heb ik het dan even over. Nou, middelbaar onderwijs, daar heb ik ook geen goed woord voor over. Ik ben erg boos geworden geweest, gedingest op uh, het Beekdal Lyceum hier in Arnhem. Een stelletje amateurs. Kan er helemaal niks van. Ja, beweer dan dat je er gewoon niet kan en uh, sluit de deuren. Zeg dan, uh, dit is een kinderdagverblijf voor 12 jaar en ouder. Nee, het is droevig gesteld. Het, uh... Maar dat is met iedere samenleving die zich ja, overgenomen wordt door het socialisme. Waaronder dan uh, Nederland. Uh, Nederland is socialistisch. Uh, daarin wordt van alles gereguleerd wat je niet reguleren kan. Er wordt zelfs van alles gereguleerd wat je niet reguleren mag, omdat het onethisch is. Wat in feite voor het onderwijs ook geldt. Want bij het primair onderwijs kreeg mijn dochter geleerd dat uh, haring eten, wat Nederlandse mensen nogal doen, dat dat slecht is voor het milieu. Want dan gaan de zeehondjes verhongeren. En mijn dochter kreeg uh, filmpjes te zien van uh, Barack Obama. Gewoon onderschooldheid hè. En Barack Obama is een regelrechte socialist. Die voor het reguleren was van dat wat je helemaal niet kan reguleren. Zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Dat kan je niet reguleren. Dat moet je niet doen. Daar wordt het alleen maar verschrikkelijk duur van. Ik ben in mijn leven heus wel een paar keer naar de dokter geweest. Ik had een keer een, een keelangina. Uh, ik had een keer een lage rugpijn en daar kreeg ik wat oefeningen voor. Die ik thuis kon doen. Dus er werd me uitgelegd uh, in drie kwartier of zo, minder. doen even dit, doe even dat. Oké, okay, daar zit de verstramming. Nou, dan moet je de volgende oefeningen doen. Nou, even in het bijzijn van die vrouw al die oefeningen gedaan. Ja, zei ze zei dat is goed. En belangrijk is dat je dit twee keer per dag oefent en volhouden. En als het weer terug dreigt te komen, terug naar je oefeningen. En volhouden totdat het over is. En... Nou, dat heb ik gedaan en ik had een keer een hele vervelende verrat op mijn voet. Ja, dat was het wel. Dat was Perry en zijn avonturen bij de gezondheidszorg. Oh ja, ik had ook een keer en had ik Eerst had ik een allopathische huisarts en die gaf mij een of ander middeltje, een hormoonsalfje. En in de apotheek zei zo'n dame met een hoofddoek, uh, niet van Nederlandse afkomst, en die zei tegen mij, uh, meneer, dit is hartstikke ongezond. Dus, uh, ja, ik hoorde ik het hoor niet te zeggen, de dokter heeft voorgeschreven kennelijk, maar dit is niet het beste idee voor je eczeem. Dan denk ik, oh, nou, wel fijn dat die apothekersmedewerker er even om denkt. Daarna ging ik met vergelijkbare klachten terug naar mijn antroposofische huisarts. En die zat me aan te kijken. Ja, het is jammer, jongen. Ga je maar eens afvragen of dit wel goed zit in je leven, dat wel goed zit in je leven. Dat was een consult. Alleen maar, ja, hij heeft me tien minuten op me ingepraat. Hij zei, nou, wegwezen nou. Het is jouw examen, niet dat van mij. En nee, daar kan je niks aan doen. Ja, is met. Wat je nou? Nee, in principe kan je er niet veel aan doen. Je kan je er bewust van zijn. En niet te veel douchen met warm water en dat soort dingen. Dus dat je huid niet uitdroogt. Dat je huid een beetje vettig blijft. Ja, heb ik echt alles gehad hoor. En dan kost de jongen. Ho, 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 ho. Nee, dan praat je toch over 30 jaar. Ze dus zijn dan niet van. Ah, er waren jaren erbovenop. Ja, pak een beetje 30.000 euro. Minimaal. Natuurlijk. Hoppakee. Als ik dat had gestort. Ja, al dat geld, als ik dat had gestort op een, op een bankrekening, een spaarrekening bij de Triodosbank of zo. dan was daar rente op gekomen en zo. dan had ik nu een spaarrekening gehad van 60.000 euro. Voor, uh, hè? wat is het alles bij elkaar? Vijf doktersbezoekjes. Alsjeblieft. Dank je wel. Maar je moet wel, hè? Je bent verplicht verzekerd. En wie gaan er het meeste naar de dokter? Ja, niet de mannen, hè? Van mannen wordt gezegd, ja, die lopen veel te lang door met hun klachten. Ja, want vrouwen zitten bij de eerste beste piepje, zitten ze al bij de dokter te piepen. Hè? Allemaal aandacht. Er is een periode geweest met dat kind dat die moeder dan ook de godsdienst tijd... Nou, dan moet toch maar even naar de dokter, hoor. Even naar de dokter, even naar te kijken. En zat ik in die wachtkamer. Ja. Dus 80% in de wachtkamer, dat zijn vrouwen. Nou, ja, of het lag aan mij hoor, dat het de buurt in Arnhem was of zo. Dat is ook. Ja, socialisme, zeg je socialisme, zeg je vrouwen. Vrouwen vinden het heerlijk dat iedereen verplicht verzekerd is. En dan kunnen zij uh, ja, van hetzelfde geld. Hè? Lekker naar de dokter. Er is ook zoiets met socialisme en vrouwen. Hè? Bij die echtscheiding. De, de zij... Die heeft een baan. En dan krijgt zij vanwege de socialistische regelingen... Uh, in het geval van scheiding, uh, krijgt ze uh, rechtsbijstand. Ja. Madame, die, want het woord bitch, hè, dat, dat ligt niet goed. hè? Want je mag niet zeggen bitch dit en bitch dat en zo. Hè. Dat ze, dat ze houdt niks bij het Nederlands. Hè. Maar die Teef, die ging buiten de deur neuken toen het kind vier was. Vier, vijf. Ja, dit hoor je goed. En dan uh, vijf jaar later uh, vindt ze wat tijd om te gaan, uh, ja, te gaan cashen. En dan krijgt zo'n Teef, die krijgt nog rechtsbijstand ook. Uh, de kosten dan, hè. Dus die mediator, die stond aan haar kant, by the way. Van, oh meisje, ik zou je even helpen om die kerel helemaal kaal te plukken. Zij hoefde niet te betalen voor die mediator. Ik wel. Ik betaalde 95 euro per uur. En zei helemaal niks. Nee, ze had haar gratis mee verzekerd in de socialistische regelingen. Dat is socialisme. En vrouwen, worden er helemaal gek van. Hoe meer je erover nadenkt, dan... oh man. <laughs> en laten we het rustig houden, hè? maar zo is het. Socialisme en vrouwen, het is echt verschrikkelijk. En vrouwen houden ervan. Socialisme is voor vrouwen. Dus zijn vrouwen socialistisch. En vrouwen interesseren het helemaal niet dat socialisme dat het dingen reguleert die je niet reguleren kan. Want ze kunnen het niet eens beoordelen. Ze denken van nou, er is een ministerie van huppeltje Pub, dus dat hoort zo. En vrouwen denken verder niet na. En dan gaan ze lekker stemmen op Paul Rozemuller. Serieus hoor, Paul Rozemuller, zo'n man hè? Ik weet niet of hij nog steeds op gestemd kan worden, maar... Ah, dat zijn een, een vrouw hoor. vrouwen stemmen links. Die stemmen allemaal socialistisch. Laten we, als we ergens een probleem is. zo... Laten we dan een ministerie oprichten. En dan moet er een werkgroep komen en die gaat zich daarmee bezighouden. Nou, mannen zijn veel... F... Dit, mannen hebben dat helemaal Dit hebben het ook wel... Paul Rosemuller is ook een man. Paul Rosemuller is een smeerlap van een kerel. Paul Rosemuller is een fan van Mao. En Mao was dus een socialist. Mao heeft daar in China een hele staatssysteem opgesteld. waarbij alles, alles, alles gereguleerd werd. Ook dingen die je dus helemaal niet kan reguleren. die je niet mag reguleren. Dat maakte maal geen donder uit hoor. En met Chinese mensen die het daar niet mee eens waren, die werden afgeslacht. In een paar jaar tijd, begin jaren 60. 60 miljoen Chinese mensen, burgers, afgeslacht. En dan moet je weten dat China, toen ze de wetten van Confucius. De morele Confucius was een moraalfilosoof. En die heeft gezegd: van, Nou, dit is allemaal wat mensen op zich willen, met een staat en alles, dit is wel best. En de staat doet dit en dat en dat en dat en dat. En dat, en dat is het. En de rest doet het volk zelf. Een mooie scheiding tussen wat wij zouden zeggen kerk en staat. Uh, China, 500 jaar. Uitermate. Uh, uh, het was heel vredig. Vijf eeuwen lang, hè? heel welvarend. En nu? De Apple die laat zijn dingen maken, in, ook in Azië, ik weet niet of het in China is of zo. Daar zijn gevallen bekend van uh, medewerkers van die firma's en die plegen zelfmoord onder werktijd. Is dat een gelukkig land? Nee, dat is socialistisch. Daar is van alles gereguleerd wat je niet reguleren kan. En dat moet je niet doen. Hier in Nederland bijvoorbeeld is er een uh, ministerie van Huppeltje Pub. En die, uh, die reguleert innovaties. Innovaties kan je niet reguleren. Dat kan niet. Ja, maar uh, daar hebben we wel subsidie voor hoor. Ja, dat weet ik. En ik weet van de andere kant... dat er bedrijven zijn... en die weten dat die subsidiepot er is. En die gaan overleggen met... Uh, zelfs bedrijven... die dat dus, uh, er be zijn bedrijven... die moet je dan bellen dan moet je zeggen... nou, ik heb een idee voor subsidie. Oh, zo'n zo bedrijf, wat dan? Nou, we kunnen dat en dat doen. En dan zegt zo'n bedrijf, ja... Daar krijg je geen subsidie voor. Dan Moet je minimaal, moet je zus en zo doen. En dan kijkt zo'n bedrijf, oh, oh, oh. En dan zegt dat we, die, die tussenpersoon, zegt dat we, ja, het hoeft niet per se zo te zijn. Je moet het in de, de aanvraag, moet je dat zo doen. En dan moet je daarom denken, en daarom denken, en daarom denken. En dan hebben ze niks in de gaten. En dan krijg jij je poen, en wij krijgen onze 7%. En dan gaan we weer lekker allemaal op vakantie komend jaar. Die subsidiepot, die wordt door, daar wordt mee gefraudeerd, man. Sterker nog, ik heb er zelf aan meegedaan. Niet uit eigen keuze, uit zijn eigen wil of zo, maar ja, ik zat in een schuitje en dat besloot om te gaan frauderen. En ja, ik zat in dat schuitje. En ik wilde geen spelbreker zijn. En uiteindelijk heb ik wel gezegd: ik stop ermee. Me Na twee, drie jaar de boel getild te hebben. Innovatie kan je niet reguleren. Dus kunst kan je niet reguleren, cultuur kan je niet reguleren, onderwijs kan je niet reguleren, innovatie kan je niet reguleren. Rechtspraak wel. Dat is prima te reguleren. En nog wel wat meer dingen. Die zijn goed te reguleren. Maar dan kijk je naar hoe men uh, rechtspraak, justitie, denk ik dan aan uh, 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 politie en justitie, hoe dat gereguleerd is. Nou, de automatisering bij politie en justitie is een puinhoop. Dus dat wordt heel slecht gereguleerd. Maar het is wel te reguleren. Dus ik ben voor het reguleren van dat soort dingen. Maar dan moet je het wel goed doen. En niet op die kleutere manier die we nu doen. hè. Wij hebben jarenlang een secretaris-generaal gehad van justitie. En die heeft toegegeven, achter gesloten deuren, aan journalisten van de Panorama en van de Gay-krant, dat hij seks heeft gehad met minderjarige jongens. En dat heeft hij laten voorlezen. Hij heeft dus niet echt zijn biecht laten voorlezen, maar hij heeft laten voorlezen op het NOS-journaal dat hij achter gesloten deuren dat heeft verteld. En om verder een publieke ruil te voorkomen, is de betreffende secretaris-generaal uh, niet vervolgd of zo. Uh... Ja, dat is geen... <coughs> Sorry, ik verslik me. Dat is geen regulering van justitie, dat is het... Hoe uh... noem je dat? <coughs> ja, het dwarsbomen van, uh, van gerechtigheid. Opzettelijk uh, ja, misleiden. Zo moet je het zeggen. Ja. Het misleiden daarvan. Dus ja... Het... Nederland is socialistisch. Ja. Nederland reguleert van alles wat je niet reguleren kan. En dan de dingen die je wel kan reguleren, die worden zo slecht gereguleerd dat, dat je... De, ja, het werkt alleen maar tegen het volk. Zo so beheert. Wat ook gereguleerd is, dat, zijn, uh, dat, dat is de pers. De pers is gereguleerd. Nou, dat moet je helemaal niet doen. De media. De media moet je niet reguleren. Het enige wat dat nu dan is, dus ze reguleren het, zodat ze dan via dat, dat gebeuren, dan de burger kunnen gaan vertellen wat er dan volgens de overheid allemaal gebeurd is. Want de burger zouden er toch eens zelfstandig achter kunnen komen met internet en zo. En dan gaan wij, dus dat was een gedachte, dan gaan wij wel vertellen wat er aan de hand is. Geen taak van de overheid. Dus journalistiek moet je niet reguleren. Ik zou zeggen, in het geval van journalistiek, dat mag je niet reguleren. Dus kan je het niet reguleren. Maar als je als overheid de journalistiek gaat reguleren, ja, dan gaan de journalisten alleen nog maar vertellen wat de overheid goed vindt. Want wiens, uh, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus je gaat de hand die jou uh, voert, die ga je niet bijten. Dat is een Engels spreekwoord. Don't bite the hand that feeds you. Dus dat moet je niet regelen. Een politie en justitie en zoiets als landsverdediging dat, nou, dat is prima te reguleren. Ik zou het trouwens wel voorstellen om ja, een soort, wat zeggen, niet een apart leger, maar dat een politieagent ook in staat is om in het geval dat we binnengevallen worden zo dat die ja. Dat leger, daar zou ik ook nog eens heel goed over na willen denken hoor. Want wat we nu hebben, uh, dat is eigenlijk heel ouderwets. Dat houdt in rekening met dat de Russen eraan komen. Maar iemand met twee hersencellen die kan toch begrijpen dat de Russen niet van plan zijn om Europa in te nemen. En dat bedoel ik de Russische mensen dan. Ja, Jozef Stalin die stond onder toezicht van het pausdom. De paus, dus de, de grote politieke macht van deze aarde, wordt gevormd door de Katholieke Kerk. Of de katholieke kerk als politieke speler. Dat noem ik dan even DuPaus. En die hebben Jozef Stalin in het zadel geholpen en aangestuurd, opdracht gegeven. En ook hadden ze Adolf Hitler aan de andere kant. En ook hadden ze Winston Churchill en ook hadden ze Roosevelt. En dat, ja, dat viermanschap hebben ze de, ja, een soort orkestje. Ja, bing, bing, knal, knal. En... en dan begrijp je denk ik ook wat beter waarom eerst Adolf Hitler met Jozef Stalin hadden ze een niet aanvalsverdrag en toen toch weer wel. En... Het ging om een soort ritme maken: de grootst mogelijke chaos te stichten in Europa, om vervolgens heel Europa communistisch te maken. ...socialistisch te maken. Fascisme is ook een vorm van socialisme. Dat is ook het reguleren van dingen... ...die je helemaal niet mag reguleren... ...niet kan reguleren. En die je dus ook niet moet reguleren. En doe je het toch, dan gaat het mis met een land. Dus de overheid ten tijde van Adolf Hitler... ...die bemoeide zich met hoe gezinnen gerund moesten worden... En anders was je geen goede moeder en dan sprak de buurt schande over je. Ja. Dat is dat, dat reguleren, in dit geval van de huishouding. Dat moet de overheid helemaal niet doen. De overheid heeft helemaal geen taak door het reguleren van de huishouding. En wat je ook ziet, momenteel in Nederland, heb je dan het reguleren van de uitkeringen of zo. Dat, noem het maar de liefdadigheid. Nou, ik ken mensen, ja, die kunnen best werken, maar die zeggen van ja, al het werk dat er is, dat is onder mijn opleidingsniveau en dat hoef ik niet aan te nemen. Dus uh, ja, ik wil een uitkering en die hebben dan al sinds jaren een dag een uitkering, terwijl ze kunnen werken. Yo, ik werk nu in de ondersteunende dienst van de gehandicaptenzorg hier in Arnhem. Ja, dat klinkt heel mooi, maar. <laughs> uh, ja, dat is dus bedden, bedden goed afhalen. De, de kamers de dweilen. De stoffen. Heb ik nog meer gedaan? Nou uh, ja, douches. Uh, gewoon schoonmaakwerk. En ik ben landbouwkundig ingenieur. Ja. En die persoon die ik ken, ik zal zijn naam niet noemen, maar die vertikt het om te werken onder zijn opleidingsniveau. En hij heeft een HAVO-diploma, that's it. En misschien een of andere beroepsopleiding nog gedaan, want hij heeft gewerkt in een theater. Dus hij kan wel wat met licht en geluid en zo. En die krijgt een uitkering. En hij krijgt uh, subsidie op zijn, uh, zijn huren. En hij krijgt subsidie op zijn zorgpremie. Uh, dus al met al, uh, ja, heeft hij 11, 1200 euro in de maand. En hij brengt zijn dagen door met uh, ja, bier drinken en wiet roken. En kant-en-klaar maaltijden in de magnetron stoppen. En hij is jonger dan ik, hè. Dus dat gaat nog 30 jaar door. Nou, dan heb je ook nog op zo'n iemand. Daar moet een toezicht op. Dus dat toezicht kost ook nog een keertje. formeel gesproken, zeg maar 500 euro in de maand. Dus dan zit je dan. laten we bij elkaar rekenen. 1500 euro dat hij kost. Nou, dat keer 12. Dat is 18.000 per jaar. Zegt 20 voor het gemak om maar even af te ronden. En dat nog 30 jaar. Ja, er loopt een kostenfactor van 600.000 euro in de ronde. En die man in kwestie kan werken. Het werk wat ik doe, kan hij ook doen. Maar ja. Kijk, ja, ik moet volgende vrijdag, dat is overmorgen, ja, ik moet wel om half acht uh, daar zijn. En dat is een half uur fietsen. Ja. En als ik klaar ben, is het weer een half uur terugfietsen. fietsen. Nou heb ik nog geen fiets, dus ik kan met de Clio. Maar de Clio is voor mij een half uur lopen. Snap je? Kijk, ja, ik doe dat wel. En in deze socialistische overgereguleerde maatschappij, waarin dus het voortbestaan van deze meneer uh, van bovenaf geregeld is, nou... Tja. Die vent in kwestie, ja, die, uh, die had zichzelf buitengesloten. En zijn sleutels lagen nog binnen en nou, hij was boodschappen gaan doen of zo. Nou, zoiets kan mij ook overkomen. Maar ik ben zo verstandig geweest om een setje sleutels af te geven bij, een, uh, ja, bij Martin van de Clio. En dan zitten ze in het potje waar zijn andere sleutels ook in liggen. Dus als Martin met vakantie is, dan. En ik sluit me dan buiten, dan ja, neem ik aan dat. Uh, uh, Wim, Wim Kruidentuin, die heeft vast wel de sleutel om plantenwater te geven of zo. Dan kan ik alsnog bij mijn sleutels. Maar goed, zoiets heeft hij dan niet geregeld. Had hij zichzelf buitengesloten, dan heeft hij een ruitje ingetikt van zijn eigen woning. En ingebroken in zijn eigen woning. En toen was hij binnen, toen dacht hij: Nou, klaar. Ja, <laughs> nou, het, toen zijn de buren, of weet ik van wie, of een of andere toezichthouder, die, die ziet die gebroken ruit. En daar aangebeld en tegen hem gezegd, ja, je ja, ruit is kapot. Ja, ja, ja ik heb een buiten gesloten, daar heb ik die ruit in gegooid. Ja, die man, dat kan niet, die gaan we repareren hoor. En toen was die man bij hem binnen en die zag de, de binnenkant van zijn woning. En dat is toch een puinhoop, jongen. Oh, Wauw. Echt verschrikkelijk. Daar zou je nog geen varken in laten wonen. Ik weet het hoor, Dat echt, alles zit onder de één grote paal. Toen heeft die man tegen hem gezegd, ja maar dit kan niet. Uh, 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 jij gaat hier wat aan doen en uh, uh, anders word je de woning uitgesteld. En toen heeft die man van de gemeente, of van Volkshuisvesting, potten met latex gekregen om zijn muren te gaan sausen. En dan zei hij tegen hem: als ze terugkomen over zoveel tijd. dan heb jij die verf op de muren gesmeerd. En anders word je je woning uitgezet. Nou, en toen kwam meneer dan in actie. toen heeft hij inderdaad zijn muren gesausd. Ja, dat kost dus 1500 euro in de maand. Hè? En die man kan gewoon werken. En dat zou hij ook moeten doen. zo iemand moet je helemaal geen uitkering geven. Want hij mankeert helemaal niks. Uit de grote bek meer niet. En hij suipt ontzettend veel. En hij bloot de dag. Ja, en dat is niet bevorderlijk voor zijn... Uh, hè? Om erom te denken dat hij naar buiten gaat uh, met de sleutels in zijn broekzak. Uh. En dan krijg je dat soort dingen. Ja, en dat is allemaal netjes gereguleerd via die vrouwelijke socialistische overgereguleerde maatschappij. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Ja, neem nou de, de moeder van mijn kind. Die kon dus mij even zo de deur uitzetten. Maar hoe moet het met haar nu verder? Als die straks, uh, ja, die, die is dan tien jaar jonger dan ik. Lek. Je mag hopen dat ze haar uh, 67 werkende jaren haalt. Ja zij, is nog ja, zij is jonger dan ik. Zij zal misschien moeten werken tot de 69ste. Ik denk het niet, hoor. Ik denk niet dat zij dat lukt. Die, die zakt door de hoeve heen van tevoren. Nou, en dan zit ze dan uh, straks uh, in de eentje. Met een uitkering. Uh, zelf te lagen in het pak had ze mij de deur niet uitgezet. Had ze helemaal niet hoeven werken. Nou, die scheiding, die heeft uh, een, een redelijk vermogend gezin... en ongelooflijk hoeveel het geld gekost. Nou, die poen is allemaal weg... en die vrouw is straks afhankelijk van een uitkering. Dat, dat geef ik je op een briefje. Terwijl het vroeger zo was dat een vrouw in haar positie, punt 1, niet zo'n stom baantje had genomen. Ze werkte als secretaresse of managementassistent of zo. Ja. Stelt er maar geen rol voor. En ze ligt heel slecht bij haar collega's. Dat heb ik gehoord van collega's die ik toevallig te spreken kreeg. En dan hoorde van, oh, jij kent die? Ik zei, ja, dat is de moeder van mijn kind. Oh. Nou, uh, je ligt niet lekker bij de collega's. Maar uh, vroeger had een vrouw, punt 1, zo'n stom baantje niet gehad. En punt 2, als ze dan een huwelijk had gekregen, had ze niet zomaar mogen scheiden als het dus haar zo uitkwam. Vroeger mocht de vrouw alleen scheiden als de man haar sloeg of een andere vorm van geweldpleging had. Of als die man vreemd ging. Dan had je recht om tot scheiding aan te vragen. En dan kreeg je het ook. En dan kreeg je alimentatie en al, die, al, dat, al dat soort dingen. Maar nu krijg je zo'n bonuspakket gewoon omdat je het wil. Ook al ben je zo gek als een deur, zoals de moeder van mijn kind. Kijk, dat is socialisme. En dat is funest voor je samenleving. Punt. Hier gaat iedereen de gevolgen van merken. Op termijn dan. Dat komt nu heel langzaam. Maar die man waar ik het over had, die dus nog 18.000, maar 20.000 per jaar kost aan de staat. En dat nog 30 jaar gaat doen. Dat is dus 600.000 euro. Kan je alvast gaan reserveren. Dat is niet het enige geval, snap je. Dat, dat groeit maar aan en dat groeit maar aan. En iedereen wil uiteindelijk een uitkering en uh, geen baan. Noem het maar werk, schuw, tuig. En die mensen zijn niet zielig, snap je? Oh, die man in kwestie waar ik het over had, met die uitkering en zo... Die had een, uh, weer twee jaar terug of zo, had hij met zijn dronken kop, na een avondje zuipen het bezoek gehad van iemand, en had ze gedronken allemaal. En, en, nou, dat was mijn best, ik gun het iedereen. Maar was hij gestruikeld over de stofzuiger, is zijn enkel gebroken. Nou, toen zijn wij met de vriendenclub in actie gekomen om voor hem dan de boodschappen te doen. Want ja, hij kon er helemaal geen kant op. Hij woont drie hoog in een flat zonder lift. Dan gaat hem eraan staan. Dan hebben wij die woning van hem schoongemaakt. Dan hebben we met vijf man of zo. De hele dag hè. Het was veel werk hoor. En een huis gehouden daar. Ik heb de keuken gedaan. Nou, wat heb ik geweten? Zo was hij smerig. Nou, inmiddels is dat weer helemaal terug. We zijn nu twee jaar verder en ja, is weer één grote tyfusbende bij hem. Hem interesseert het helemaal geen keurt. Is die man zielig? Nee, natuurlijk niet. Hij is uh, katholiek opgevoed, nou dan weet je het al. Dus dat, is, dat is nooit leuk. Uh, katholieke opvoeding is een ramp. Uh, Nederland ooit met Willem de Zwijger. Dat ging. Dat was een... Willem de Zwijger was een Lutheriaan. Dat was van Luther, Maarten Luther. Dat was een protest tegen de paus. Nou, ja, de pauze is weer maar terug, hè. Om de mensen ongelukkig te maken. En niemand heeft het in de gaten. En hij dus, met zijn katholieke opvoeding... en uh, al die dingen die hij niet leuk vindt. En trouwens, de broer, die zit ook in de... Ja, dus al zijn jaar en dag... Die had dus ook een uitkering en ook ergens een flat. En, en dat was in een woonwijk en alles, tussen de normale mensen in. En daar was hij niet te handhaven. Allemaal overlast bij de buren. En... Dus hebben ze specifiek voor die doelgroep... hebben ze een soort campemententoestand ingericht... met van die uh, keten die ze bij... Uh, directieketen heet dat. Je, bij een, als je bij een bouwbedrijf uh, zit... hè. heb je van die keten, dan zitten... De bouwketen en dan zit er zit een directie in. En dat soort dingen hebben ze dan neergepland. Met iets van een douche en een play. En nou, dan kunnen die mensen dan geen kwaad, want het is in het midden van een agrarisch gebied. En daar zit zijn broer. Gebruikt nog steeds drugs, natuurlijk. Dat vertelde mijn dochter ook. Dat, zij zit ook in die, in die. Mijn dochter, een vrouw, hè. Oh, die is zo blij, die gaat in die sector werken. Voor de overheid dus. Zij ze tegen mij met zo'n hemelse glimlach. Ja, en dan tegenwoordig hebben wij een, Of wij, of, is er een aanpak van uh, overlastgevende personen. Die komen dan, uh, worden dan behandeld. <laughs> behandeld voor wat? Die worden dan behandeld. En dan mogen ze uh, wel drugs blijven gebruiken. Jezus. Dat is socialisme. Dan gaan ze de dus, uh, mensen die overlast veroorzaken. en ze gebruiken drugs en alles en zo. dan gaan ze lopen reguleren. Dan gaan ze die mensen helpen. en dan geven ze een dagbesteding of zo. Dan gaan ze erover praten. Je moet er gewoon helemaal niks aan doen. Ja. En mijn vader die zei destijds, die, die heeft ook zo'n scheidingstoestand meegemaakt. Hè. Ik dus ook, is gescheiden van mijn moeder. Wel ja, een drama. En mijn vader zei, van ja, mensen werden gek van de tv. Mijn moeder, mijn moeder heeft dat ook nog een keer gezegd. Van ja, en dan hadden we ruzie en zo. En dan zei je vader, mens, je kijkt veel te veel tv en dan krijg jij een idee over hoe een gezin in elkaar zou moeten zien zitten, uit zou moeten zien. En uh, dat is helemaal geen realiteit. En wij wonen in de realiteit. En niet in een of andere tv-gezin. Nou, mijn moeder zei dus, dat heel verontwaardigd. Nou, alsof ik dan mij zie liet beïnvloeden door de tv. En ik denk nu van nou... Uh, mijn vader is dan wijlen... Uh, is overleden in 2008. Een, ge nee, maar een medische. Ja, een slechte medische hygiëne in het ziekenhuis van Harderwijk. Daar is hij aan overleden. Ze hadden moeten zeggen: van nee, meneer Winkel. Wij gaan u hier niet in dit ziekenhuis niet opereren. Want dit ziekenhuis is te vies voor woorden. En de kans dat u een ziekenhuisbacterieinfectie oploopt is reëel, dus uh, gaat u maar ergens anders naartoe waar ze wel goed schoonmaken. Maar zo beleefd was het ziekenhuis Harderwijk niet. Kennelijk gaat het daar ook om de business, hè? Ja, het is maar wat. Dat is socialisme. En mijn vader met zijn opmerking over die tv, dat hij mijn moeder had beïnvloed. Want dat mijn moeder irreële verwachtingen kreeg van, uh, weet ik veel, de waarde van het bestaan. Of de opwindendheid van het bestaan. of uh, Dat soort dingen. Uh, daar kon mijn vader wel eens gelijk in hebben gehad. Maar ja, wat moest mijn vader eraan doen, hè? Ik weet wel hoor dat mijn vader uh, nou, een campagne voerde in het gezin tegen tv-kijken. Mijn vader, weet ik wel, dat hij zei: nou, Als je tv kijkt, uh, dan heb je een tijdje tv gekeken en dan sta je op en dan ben je moe. Dat klopt, hè? Het put je uit, tv-kijken. Dat alleen al. Maar ja, ook ik uh, keek graag tv, hoor. Van die kinderprogramma's en ja, daar word je toch mee verleid, ook als kind. Hè. Door de Thunderbirds, ja, dat vond ik al, uh, Ja, dat, dat moest ik wel zien. En meneer het Eds, oh nee, meneer Eds, het sprekende paard, dat vond ik toch wel leuk. En de Adams Family, die Giesel-serie, die vond ik toch wel komisch. En Batman, ja, dat vond ik geweldig. Batman, do 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 Ik ben negen jaar geleden gestopt met tv kijken. Nou, daarvoor al, maar. Toen had ik die scheidingen, nieuwe woning en in een nieuwe woning uh, geen tv. En ik hoop dat dat besef onder ons komt. Hè? Onder de jeugd vooral. Dat, dat die tv, dat die, die is giftig. En pas op het internet. Pas op. Hè? Op het internet. Want daar zit ook meuk tussen. Die, uh... van, die, van die sites. Zoals Geen Stijl bijvoorbeeld. Uitermate verdachten. En nog wel wat andere dingen hoor. Ik zou dan niet... Uh... Niet even prat op gaan. Eigenlijk bij al die media moet je goed oppassen. En voor je historisch besef kan je naar die links gaan kijken die onder deze video staan. Dat zijn goede links, stuk voor stuk. Heel informatief ik ga er nog eentje bij zetten. dat is uh, First Amendment Radio voor je nieuws je, ja, met name dan nieuws ja nee voor je nieuws dat, die hebben zo'n show en dan krijg je als eerste uh, krijg je een nieuwsoverzicht duurt maar vijf minuten the world view is het wereldbeeld de wereldblik in vijf minuten Duurt meestal iets langer. Maar <laughs> het is Adam McManus of zo, heet hij. Die, die dan even op wat er allemaal gebeurd is op de hele wereld. In vijf minuten. En dat is dan een site met een christelijke achtergrond. En nou, ik zou als een sodemieter. Uh, je ervan overtuigen dat Willem van Oranje, de vader des vaderlands, was een Lutheriaan. En waarom ben jij dat nog niet? En je hoeft van mij niet naar de kerk, daar gaat het me niet om. Maar ik wil wel dat je respect krijgt voor iemand als Maarten Luther... die het juk van Rome, van Babylon, uh, af, uh, afgeworpen heeft... En met hem, met het hele noorden van Duitsland en het noorden van Nederland en uh, zo goed als alles van uh, wat wij Engeland noemen. En je historisch besef moet komen, snap je? Anders ga je leven als een modieus mens van, ja oh nee, ik leef in het heden en in het hier en nu en uh, ja, dat, dat vind ik belangrijk. Maar zei mijn dochter nog niet zo lang geleden tegen mij van ja, ik wil niet weten wat er allemaal gebeurd is. Ik wil gewoon nu leven en dan blij zijn met wat er nu is. En zei ze, van, ja natuurlijk een vrouw hè. Dat... Vrouwen hebben het echt moeilijk met dit soort dingen, die, die vervallen snel in, in die gedachten. En dan weet ik dat er een hele hoop mannen zijn die datzelfde historische besef hebben, namelijk helemaal niks. Maar mensen met historisch besef, ja, dat zijn toch met name mannen hoor. Met een enkele vrouw. Dus ik heb een, een vriendin op Facebook, Lieneke. Ja, die weet er ook van. Van de historie. Dat is dan mooi, ja. En nu de rest van de vrouwen nog. En gaat dat ooit komen? Uh, ik weet het niet. Dat is aan die vrouwen zelf, denk ik ook. Hè? Het socialisme, ja, we zitten er nu helemaal onder. En... Ja, als je het ministerie van Kunst en Cultuur af gaat schaffen, nou, jongen, dan... dan breekt de pleuris uit in Nederland. En gaan mensen maar eens duidelijk maken dat dat ministerie nog nooit wat heeft voorgesteld. Dat ze al die tijd uh, achter een wassen neus hebben aangelopen. Daar zijn mensen niet blij mee, hoor. Hetzelfde geldt voor het afschaffen van het ministerie van Onderwijs. En breekt de pleuris aan. En daarom kan dat dus nu niet zo makkelijk. Ik begrijp het wel. Het feit blijft dat het ministerie van Kunst en Cultuur dat het niet hoort. En dat het ministerie van Onderwijs dat, dat hoort niet. En wat wij mensen horen te doen is dat er internationaal. En daar nou mag best iedereen een duitje aan, mij, aan bijdragen. Maar dat er internationaal een toetssysteem. Of ja, een, een verzameling van toetsen wordt opgesteld. En de basistaal is Engels. En dan verschillende onderwerpen, ja, rekenen natuurlijk, en, ja, een calculus, dus integreren, differentiëren, statistiek, vooral dat laatste, toxicologische kennis, dat, dat, dat soort dingen. En dan, een, en dan instanties, dat, vind ik, dat mag je ook reguleren. Dus daar Waar je examen kan doen. Examine, ja, het afnemen van examens, dat zou ik reguleren. Dat niet Jan en alle man uh, iemand kan laten slagen voor zijn rijbewijs. En dat daar zo'n regulering op zit, kijk. Het lijkt me dat dat kan. En het lijkt me dat dat mag. En het is ook in zekere zin moet dat in feite. Dat, ja. Want anders kan je. Ik... Twee mensen die allebei in die auto kunnen rijden, die kunnen tegen elkaar zeggen: Nou, ik geef jou een rijbewijs als jij mij een rijbewijs geeft, oké? Okay? Dan hebben ze allebei een rijbewijs uh, van die ander. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus enige mate van regulering, ja zeker. Ja. Sterker nog het moet. Maar voor de rest heel veel regulering uh, mee kappen. Dat is uh, niet nodig. En dat het nu niet kan, betekent niet dat je er niet over na kan denken. En als je erover na gaat denken, dan uh, staat er misschien binnenkort wel een nieuwe Maarten Luther op. Dan stappen we uit de EU. En dan gaan we hier in Nederland weer doen waar wij zo goed in zijn. Ooit. Waar we goed in waren. Dan gaan we dat weer oppakken. En voor de rest helemaal niks. Dan er komen er betere tijden, mag ik hopen, voor Nederland. Want de toekomst die er nu is, nee, dat. Nee. In, in Brussel praten ze al over het verhogen van de BTW naar 23%. Ja, ga er maar aan staan. Dat is niet te betalen, man. En de loonbelasting, hè, daar heeft ook niemand het over. Maar ik heb het gezien hoe loonbelasting stelselmatig uh, een beetje werd verhoogd. En een beetje werd verhoogd en een beetje werd verhoogd. Aan de werkgeverskant dan. Hè? Ja, dat merkte niemand. Hè? Niemand van de arbeiders. De arbeiders kregen nog steeds netto hetzelfde. Ja. Maar die werkgevers die betaalden een, een beetje meer. Niet veel hoor. Het waren promilages die ze erop deden. Maar als je dat ieder jaar stelselmatig doet, nou, dan heb je uiteindelijk naar. Want, uh, zoveel jaar. Ik merkte dat omdat ik een eigen bv had en ik was mijn enige medewerker. En vraag me niet waarom. Maar, maar dat moest je dan wel doen. Want dan had je het goedkoopste belastingtingenstarief. En ik zag dat dus. Elke keer ging er een beetje bovenop. Om uiteindelijk na zoveel jaar was het bijna 5% meer. Ja, ha, 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 ha. En zo worden we heel langzaam uitgeknepen, uitgemergeld. En het gaat maar door. Het gaat net zo lang door dat we niet meer weten hoe rijk we ooit waren en we accepteren onze armoede alsof het normaal is. Want onze ouders hadden toch ook geen pensioen? Nou dan. Dus wij ook niet. Nee, het is raar. Wat ik ook gek vind, hè, is dat ze nou de leeftijd waarop je met AOW mag, die wordt dan verhoogd. Dat is ook zoiets. Ze reguleren de leeftijd waarop je mag stoppen met werken. En hebben ze het stoppen met werken zo gedaan dat je moet stoppen met werken. Het moet. Want het is gereguleerd. Ja, stop het toch mee. Laat het vrij. Nou, als iemand 65 is en uh, nou, helemaal totaal kapot gewerkt nou, ik heb er geen zin meer in, mag ik AOW? Ja. Je hebt toch jarenlang gewerkt, je hebt toch betaald daarvoor? Nou dan. Had je toch op kunnen nemen van, uh, nou, je roept ieder jaar of iedere maand, leg je zoveel opzij voor je AOW, en dat wordt dan allemaal netjes gespaard bij de overheid. En als het dan voor jou mooi genoeg geweest is, dan, dan, ja, dan wordt het verzilverd en dan krijg je het op je bankrekening. En dan mag je daarvan leven. Klaar. En als dat op is in je leeft nog, ja, dan moet je naar liefdadigheid toe. Zo kan het er ook. He? Je wordt niet rijk van socialisme, je wordt er ongemerkt ieder jaar een beetje armer van. Dat is wat er gebeurt. Ik hoop dat jullie dit goed begrepen hebben en erover na gaan denken. Meer niet. En bespreek dit eens met je kennissen, en een familie en je kinderen. Of laat je kinderen naar luisteren. Ja? En dan zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag liefdes.